veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. We zijn vandaag op date. Ja, gezellig. Gerrit VS, wat heb ik bij me vandaag? The Legend heb ik bij me vandaag. Dus, nou, we gaan het zien. I am Legend. Ik ben te gast bij Annemiek. Ik praat een beetje hard, want ik hoop dat het doorkomt door de wind, want het waait best wel hard. Maar we gaan lekker zoeken. Akkertje, kijken of we wat moois uit de grond kunnen halen. En ik neem jullie gewoon mee. Dus. Leuk dat jullie kijken. Blijf lekker hangen. En voor de vondsten die Annemiek vindt. Simons. Linkje in de beschrijving. Linkje in de beschrijving, als ik het niet vergeet. Want ik ben niet zo ster in linken. Nou, eerste vondst. Een gordijnring. Laten we het er maar op houden dat dat een goed teken is. Want dat betekent stort. Toch? Ja, dat betekent stort. Dus dit is een voorteken van meer. En dan bedoel ik niet meer gordijnringen. Jawel. Een duitje in een kluitje. Ik weet alleen al dat het geen duitje is, want ik zie hem er half uitsteken. Het is best wel heel leuk. Ik ga jullie er even bij halen. Kijk eens wat leuk als je al van tevoren ziet wat het is. Het is een gesp. En best een hele leuke ook. Kijk, de naald zit er nog aan. Ja, dat is een leuke vondst. Leeuwencentjes blijven toch altijd leuk om te vinden. En de ene is kasverrot en de andere is altijd heel goed om te lezen. Nou, deze zit er een beetje tussenin. Kijk, deze kant is best wel heel mooi. Kun je het een beetje beter in beeld krijgen? Deze kant is dan wat minder mooi. Maar je kan wel heel goed zien dat het een leeuwencent is. Nou, Annemiek trekt er een gigantische munt uit, of een penning. Met een Amsterdams wapen erop, met nog iets. Maar goed, dat moeten jullie maar even bij haar kijken. En ik denk dat ik een knoop in je zakdoek. Tenminste, ik denk dat het een knoop is. Ja, het is een knoop. Met een bloemetjesmotief. Gelukkig, want dit is een wat oudere. Dus dan gaan we de goede kant op. En als ik Annemiek de vondst zag, die penning. Ja, jullie zijn nieuwsgierig natuurlijk. Dan gaan we zeker de goede kant op. Dat is een best speelgoed wiel. Kan je zien aan de spaken en het materiaal. Dit is plat. Ja, dit heeft gewoon op een speelgoedkarretje gezeten. Hartstikke leuk. Jammer dat hij zo ver vergaan is, maar wie weet vinden we nog een kar erbij. Hè? En je vindt vaak de wieltjes, heel soms een onderstelletje, maar de kar zelf vind je vaak niet. Maar dat komt omdat die vaak van hout waren. Dus ja, als die weggegooid worden, dan rot dat en dan vind je dat niet meer terug. Dus dan moet je wel heel veel geluk hebben. Nou, we zullen het een beetje met de gespen moeten doen vandaag zeker. Het is de derde gesp die ik vind. Ja, er is niet heel veel meer van over. Het is niet een pronkstuk of zo. Kijk daar eens eventjes. Een soort van medaille. En er staat wel iets op.
Maar we konden allebei niet echt ontcijferen wat erop staat. Maar wel leuk. Hè? Misschien dat ik er thuis nog wel achter kom wat erop gestaan heb. I don't know. Het waait zo hard. Ik ging net mijn camera halen. En de vingerhoed die ik gevonden had, is gewoon weer weggewaaid. Maar wel weer een vingerhoed en dat is dan wel weer leuk. Ik denk of een soort passer of een soort gradenmeter. Het is echt zo'n driehoekje en hier zit ook een scharniertje. En hier zit een soort handvaatje. Even kijken, hier. En dan kan je echt zo. Ja, nou valt hij uit elkaar. Wat een troepje. Ik ga met dynamiek mee, ik heb alleen maar troepjes. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Wat een leuk tafereeltje is dat, hè? Het is een boertje en een boerinnetje. Ik ga even kijken of ik het nog beter in beeld kan brengen, maar... Tenminste, het kunnen ook twee middeleeuwse mannetjes zijn. Nou, ik vind het een beetje moeilijk om te determineren wat voor soort personen het zijn. Maar ik vind het wel heel leuk en het is een speldje. Aan de achterkant zie je nog dat je hem ergens op hebt kunnen doen. Hartstikke leuk. Ik sta in het zonnetje te kijken. Dan kijk voor die scheve ogen. Kijk, dat is leuk, hè? 19, wat zei ik ook alweer? Oh, ik weet het niet meer. 19, oh, ik heb mijn bril niet bij me. 19 nog wat. Maar, het is zilver toch? 1912. 1912, ja, het is Wilhelmina, ons meisje. Ik weet niet of je hem goed ziet, maar... Ja, dat weet ik ook niet. Niet zo'n hele oude vondst, maar een scheerkwast. Met de haren er nog aan. Hartstikke leuk. Het is een beetje donker en ik kan slecht focussen, maar het is een vrouwspersoon. Kijk of ik het zo beter kan laten zien. Ja, daar is ze. En die houdt iets vast. Hartstikke leuk, maar hij is gebroken en ik kan de rest niet vinden. Dus misschien dat het maar een heel klein stukje is of dat ik hem net geraakt heb. Maar dit zijn nou weer leuke vondsten. Dat is toch uit een periode, ja, dat kan je niet meer voorstellen dat je dit in huis hebt. Als sier, tierenlontijntjes. Ja, 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 ja. Ja, ja, de aanhouder wint. Kijk eens wat een prachtig... Ja, het is de achterkant van een zakhorloge. Van zilver. Van zilver. En dat vind ik erg leuk. Heel gaaf. Nou, kijk er toch eens aan. Ik had net een zilveren. En nou een koperen. Het is ook weer een achterkant van een zakhorloge. Alleen deze is iets goedkoper toen. Maakt voor de tijd natuurlijk niet uit, maar... Soms is de bijvondst gewoon leuker als de metaalvondst. Dit was de metaalvondst, een stukje lood. Dit was de bijvondst, een flessenstop van blauw glas. Hartstikke leuk. En als je daar het licht op schijnt, dan schittert die heel mooi. Pure luxe. Nou, dat was hem weer. Leuke zoekdag. Was gezellig. Ja, ik vond het heel gezellig. Lekker gevonden. Lekker bezig geweest. Ja. Uitgewaaid. Met oprecht, want het waaide echt keihard. Ja, mijn haar staat er nog omhoog van. En nou, voordat het gaat regenen, gaan we lekker stoppen. Bedankt voor het kijken. Zijn jullie nieuwsgierig wat Annemiek gevonden heb? Ga even naar Simons metaaldetectie. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Wat zit jij nou de hele tijd? Oh, dat wilde je niet.